Het Mainport Innovation Fund stimuleert startende ondernemingen met innovatieve en duurzame ideeën op het gebied van luchtvaart. Zoals het bedrijf Robin Radar Systems BV. Samen met InCav Capital investeert het Mainport Innovation Fund risicokapitaal in Robin Radar voor verdere ontwikkeling en groei. Ze hebben een radarsysteem ontwikkeld waarmee vogels kunnen worden gedetecteerd en migratiegedrag van vogels in kaart wordt gebracht. Radar is in principe gemaakt om grote objecten te zien, zoals vliegtuigen en schepen. Vogels die vallen weg tussen alle reflecties van regen, grond en bewegende bomen bijvoorbeeld. In essentie is wat wij doen is op ruisniveau filteren zodat we de vogels zichtbaar maken. Daarbij combineren we twee radars, een horizontaal radar en een verticaal radar. En daarmee krijgen we een 3D-beeld van de vogels, dus niet alleen hun exacte plek, maar ook hun hoogte. In toenemende mate is er behoefte aan kennis over de hoeveelheid vogels en het gedrag van deze dieren rondom luchthavens over de hele wereld. Het radarsysteem van Robin kan voorzien in deze informatiebehoefte. Met de geleverde informatie kunnen vliegtuigmaatschappijen, luchthavens en autoriteiten gericht actie ondernemen als dat nodig blijkt te zijn. Aanvaringen tussen vogels en vliegtuigen is eigenlijk al zo oud als de luchtvaart zelf. In 1905 rapporteerde de Wright Brothers al een aanvaring met een vogel. En in de huidige luchtvaart gebeurt dat zo'n 25.000 keer per jaar. En de kosten worden geschat op 1,2 miljard dollar in de civiele luchtvaart. Naast de civiele luchtvaart hebben we ook militaire luchtvaart als onze klantenkring. Deze komt uit een NF5. Geraakt door een vogel, dan breekt er zo'n klein stukje af van zo'n fan. Die wordt vervolgens afgeschoten door de andere fans en met alle gevolgen van dien. Ook voor de aanleg van grote windmolenparken is het belangrijk om te weten hoe het migratiegedrag van vogels eruit ziet. Mede door aanscherping van de normen, zoals de Natura 2000-richtlijn in Europa, en verdergaande schaalvergroting van deze parken, worden ecologische impactstudies steeds vaker noodzakelijk. Met de Robin-radar kan het gedrag van de vogels 24 uur per dag worden geobserveerd gedurende langere periodes, wat deze onderzoeken een factor meer betrouwbaar maakt. Tot nu toe wordt vaak gebruik gemaakt van mensen met verrekijkers in het veld die steekproefsgewijs het vogelbeweging in kaart brengen. Dan ben je dus ook gebonden aan daglicht. Met radar kunnen wij 's nachts net zo goed zien als overdag en we kunnen dus 24 uur per dag alle vogels detecteren in een omtrek van tot op 10 kilometer. We kijken hier naar de live beelden van Kino Island in Estland. Ze willen daar een groot windmolenpark voor de kust bouwen en zijn geïnteresseerd in de mogelijke impact die dat op vogels kan hebben. Ja, klanten maken van ons systeem gebruik op twee verschillende manieren. De ene is de real-time viewer en dat is wat je achter mij ziet gebeuren. En de andere is een report viewer en dat is een tool die wij bieden voor klanten om grafieken te kunnen maken van alle data die zij hebben opgeslagen. Inmiddels is de Robin Radar in verschillende versies leverbaar. Zo is er de mobiele 2D Mobile, 3D Fixed, 3D Flex en Military XL. Elk van deze modellen wordt modulair opgebouwd naar de wens van de klant. Nou, met de doorontwikkeling van ons systeem zullen we steeds beter in staat worden om vogels te klassificeren. Niet alleen op basis van de reflectiesterkte, maar ook bijvoorbeeld op de basis van vleugelslagfrequentie. Als een belangrijke variabele om te gaan bepalen wat voor soort vogel het is. Het Mainport Innovation Fund investeert in veelbelovende Nederlandse bedrijven in de luchtvaartindustrie. Robin Radar is zo'n bedrijf. Ze hebben veelbelovende vogeldetectieapparatuur. Op luchthavens is er een groeiende behoefte aan informatie rond het landen en stijgen van vliegtuigen. Het systeem van Robin Radar helpt ons daarbij om nog beter en nog veiliger landen en stijgen van vliegtuigen te faciliteren.